Nou jongens, daar ben ik weer. Let niet op mijn gezicht. Mijn vlekken zijn donkerder geworden. Maar ja, zoals jullie weten ben ik een Ramadan aan het doen. Dus vandaag dag 11. Dus ik kan er vermoeid uitzien. Ik kan een beetje uitgedroogd uitzien, maar dat komt duidelijk. En, jawel, ik heb mijn nagels korter gemaakt. Dat heb ik gedaan voor de Ramadan. Los van dat, ik kan er niet aan wennen, daar niet van. Ik heb een shocklog van Action te gaan. Ik probeer telkens, als ik met de Action ga, om te filmen. Maar iets houdt me tegen, want de mensen kijken me zo aan en ik denk bij mezelf, oh jee, die denken die is gek, dus dan stop ik ermee. Maar ik ga het eens een keer met volle moed tegenaan. Dat gezegd hebben, wou ik nu iets met het eten laten zien eigenlijk, iets koken gewoon. En dat is, hoe marineer je kipvleugel? Daar gaan we mee beginnen. We hebben, even kijken, 1 kilo kipvleugels. Ik ga het even bijhalen. Dus, we hebben 1 kilo kipvleugels. En, even kijken. Handig als je zo'n grote keuken als de restaurant hebt. Dat werkt, merk ik, veel makkelijker dan zo. Oké. We zijn er weer. Even wachten. Ik heb het namelijk, had ik, heel stom, op een keukenrol gezet. En dat gaat dus niet. Oké, veel stevig erop van. Maar ja, ik merkte ook dat ik niet had gezegd, jullie kunnen het liken en abonneren als jullie het willen. Nou. Dit zijn de kipvleugels met borrelpootjes. Die gaan we dus marineren. We gebruiken een grote kom om te mixen. Dan gaat erin. Even kijken, erbij halen. Wat ik lekker vind. En ja, de meeste mensen houden niet van peper, dus dan is het afraadbaar. Maar de Ajuma peper die ik heb, had gemixt. En de Ajuma peper is een Hindoestaanse peper dus. Even kijken. Je mag, als je dus de peper gebruikt met de lepel, mag je de lepel nooit met iets anders gemengd hebben. Altijd een nieuwe lepel gebruiken, anders verrot het. Ik had een hele pot. Nou, dat kunnen jullie nog in de vlog ook zien, als het goed is. Ik gebruik 1 lepel. Het wordt heel peper, daar niet van. Maar van de peper smaakt het nou eenmaal niet. Dan gebruiken we een andere lepel voor de knoflook die we hebben gemalen, gebruik ik ook een anderhalf theelepel. Die, dan zijn we hiermee klaar. Dan gaat erin citroen. Ik doe alles op smaak, hè. Dus als je niet van citroen houdt, hoef je niet te gebruiken. Als je van citroen houdt, gebruik veel. Als je niet veel gebruikt, 1 eetlepel. Dan, Maggi blokje. 1, zit 2 stuks in. Die gaan we gebruiken. Trouwens, ik merk ook, hè, sinds ik die nagel niet heb, kan ik deze dingen niet openmaken. Heel moeilijk kan ik het oppakken, gebruiken. Ik was er zo aan gewend dat het met lange nagels alles veel makkelijker leek te gaan dan met korte nagels. Nou, ik heb het gekruimeld. Dan gebruiken we sojasaus. Dat is deze yellow black sojasaus met de gele dop, niet met het rode, want dat is het zoete vorm. En we moeten niet zoeten. Dit is het zoute vorm. 3 eetlepels.
ga ervan uit. Ik doe alles, net wat ik zeg, puur op gevoel. Maar ja, ik kook dan ook al 35 jaar. Dan gebruiken we ook erbij. Fit Sint. Het is een nieuwe pak, dus die moet nog opengemaakt worden. Dan doen we even openmaken. Zo. Opengemaakt hebben. Even een stukje ervan af. En daarvan. Ja, wat zullen we ervan maken? Even kijken hoor. Een theelepel. Zullen we dat doen? Ja. Even kijken. Een theelepel. Zo. Dan gebruiken we dit ook in, even kijken, de Kadoombar, dat is de gemalen korianderzaad. Zaad gemaakt. Nou. Even kijken. Dat gaat een theelepel erin. Dan gebruiken we de ja. Laten we zeggen gewoon gemalen gember. Ook een theelepel erin. Dan zwarte peper, als je, net wat ik zeg, hou je er niet van, gebruik je heel weinig natuurlijk. Ik wel, dus ik gebruik gewoon 2 theelepels. Dan gebruik ik een heel klein beetje van deze masala. En dat is een Hindoestaanse poeder. En deze is de donkere versie, want je hebt ook de lichte versie ervan. Maar deze donkere is, even kijken, hoe zeg je het in het Nederlands? Dox is in het Hindoestaans, eend als je maakt. Dus een curry voor eend als je maakt, Dox masala. In de Aziatische winkel, Dox masala, als je zegt, weten ze wat je bedoelt. Dan, als laatst, de zout. Puur wat je zelf wilt, hoeveel je zelf wilt. Nou, dan heb ik dus alles zo erin gegooid en gaan we het mixen. Nou, als je alles gemixt hebt, dan ziet het er dus zo uit. En dan zet je er een plastic folie omheen, wat ik nu ga doen. Eigenlijk over een uurtje, als het gemarineerd is, alles gemixt is, kan je het eigenlijk al bakken. Ik ga het in de grill bakken en daarna in de oven. Maar ik laat het dus een paar uurtjes. Want ik ga het gewoon pas 's avonds. Net voordat we gaan sluiten. Dan is hij lekker warm en gebakken en dan kan hij mee voor de kit. Dus als ik het eruit haal en ga bakken, dan kom ik jullie weer terug. Dus dat gezegd hebben, tot dan. Oké, jongens, dan ben ik weer zonder make-up. Donker vlekken onder mijn gezicht. Ogen, maar goed. Ik heb de vlog van vorige afgelopen week niet afgesloten. Dus ik doe er meteen een
een andere kookkunstvlog erbij. Ja, hoe je het ook mag noemen. Ik ga vandaag voor de Insta ga ik maken spitskool met kipfilet, aardappel met ei op zijn Hindoestaans. En daar neem ik bij jullie mee bij deze tip. Nou, we gaan beginnen met uien snijden zoals altijd. En we zetten een, even kijken, een pan op de vuur. Restaurant is dat het al gesneden is. Ja. Zo een beetje uien erbij. Muziek is afgelopen, ik ga even de muziek aan doen. Kom zo terug. Ik kom van de andere kant, maar ik ben er weer. We gaan het even met de roer geven. We zetten erbij gemalen knoflook. Een theelepel. Ook eventjes het roer aan. Ja. Ik kan daarop wachten. Ondertussen. Wel die bruin zit te worden. Nou, wat heb ik al aan? Zwart-wit. Kledendag. Aan de restaurant. Ik ga van de kipfilet snijden. Want de ui zit toch nog te koken. Dat je graag op de inkoop blijft. Nou, de kipfilet
snijden in blokjes. Ik heb twee borststukken genomen. Want er komt bij natuurlijk spitskool, dus dat is wel genoeg. Dan de gebruikelijke magie. Intussen de tomaat ook in blokjes gesneden. En gaan we even kijken naar het vlees. Er wordt ondertussen dus dit betekent dat hij aan het gaar koken is. We zetten de citroen bij. En ook een roer erin. En we zetten de zout naar smaak. Ik denk half eetlepel, half eetlepel. Gebruikelijke gemalen gember. Gemalen koriander. Okay.
En nou, zoals jullie zien, geeft die al water af. Kip is helemaal wit. Dus ik zet de gesneden tomaten erbij. En daar doe ik nog bij de zwarte peper, die er niet meer is. Zo terug. Maakte de dop open en ik denk ik giet, maar ik giet een beetje te veel, maar goed. Is ook niet peper. Moet lukken. Dan doen we zoals gebruikelijk de doksmasala erbij. Nou, maar 1 eetlepel. Alles even. Mix totdat die een kleurtje heeft. En even kijken of die een kleurtje heeft. Nou, zo moet die eruit zien. Daarbij doe ik de gesneden kipkool. En dat geven we ook een roer aan. Klieter hem af. Dan ben je aan het koken. Net de keuken bestaat niet, want dan kook je niet. Toch? Dan heb ik nu een beetje alles. Goed, dan ziet hij er dus zo uit. Mocht je een ander gerecht maken, dan zet je altijd water erbij. Maar van spitskool, zoals jullie weten, geeft hij van zichzelf water af. Dus ik zet er geen water bij. Maar ik ga wel eventjes de gasfornuisje opruimen. Want, net wat ik zei, ik heb jou gekliederd. Maar je bent dan ook aan het koken. Je bent niet een modeshow aan het lopen. Dat alles netjes blijft. Ik zal strakjes wijzen de water die hij afgeeft. Ik wil jullie even laten zien de water die hij dus afgeeft tijdens het koken. Zodat jullie het zien kunnen. En daar moet hij dus eigenlijk nu gaan worden. Ik ga er geen water bij doen. En dan afwachten. Voor de aardappelei heb ik alvast 7 eieren op de vuur gezet.
als die gekookt is, wat ik dan meestal doe, is ik pel ze. Dus ik heb heel veel, dan frituur ik ze. Ja, vreemd hè. Maar als je dus in een Sanaa-Setoko gaat om eten te halen, als sommige mensen dat doen, dan zie je de ei altijd. En dan denk je, hoe komt het zo stevig, dat ei? Nou, omdat ze het eerst frituren, dan wordt het hard, krijgt het een bruine korstlaag. En dan kan je het gewoon meekoken zonder dat het stuk gaat in het eten. Tip. Wat ik ook alvast ga doen is 10 stuks vastkoken aardappels snijden en die frituur ik dan ook meteen en dan blijft het ook hard. Ik ben van de oude stempel, ik doe het nog steeds met een schilmes. Ik vind dat gewoon handiger. Gaat veel sneller en doet net zo goed als een schilmes. Dus dan doen we het lekker zo. Toch? We kunnen er ook even een beetje een gesprekje bij houden. Eten staat toch nog op de vuur. De spitskool kipfilet is bijna klaar. En de eieren die moeten nog gekookt worden. De aardappeltjes ben ik al aan het schillen. En als ik dit erop heb gezet, samen met het, even kijken, met de kipvleugels die ik gemarineerd had, dan zet ik hem ook online. Ik ben een beetje achter elkaar geweest. Gisteren heb ik de shoplog online gezet van Action en Ethos en Kruidvat. Maar dat is weer wat anders dan dit. Dus dat. Nou. Zoals jullie zien, de eieren kookt al. De spitskool, kipfilet is bijna klaar. Ik heb mijn 10 aardappeltjes geschild. Ik snij hem in 4 blokjes. Ik snij hem eerst door de midden. En dan door de helft. Dat heb ik dan. Blokjes. En zo doe ik het net allemaal. Als ze natuurlijk groter zijn, dan moeten ze nog een keer gesneden worden. Maar ik heb een beetje dezelfde maat genomen. Dus ik snij alles gewoon door de vieren. Nou, als ik dat heb gedaan, dan gaat mijn kipfilet spitskool uit. En die is dan al klaar. Dit doe ik ook. Ga ik ook even bakken snel. Een kleine laagje, zodat die een beetje snel gaar wordt. Omdat het, zeg je dat? Omdat die vastkokend is. Nou, ik ga dit even in de friteuse. Ik heb alles in blokjes gesneden. Kom. Eens van het restaurant over dat je friteus hebt, waar het alles in kan. Even kijken. Hier. Nou, het water zoals jullie zien is helemaal opgedroogd. En een klein beetje erin, maar ja, dat is voor later om op te warmen nodig. En dat hij niet helemaal droog uit wordt. Maar hier. Klaar. Eieren is in aan de kook. En die laat ik even lekker doorkoken. Ik heb een geel bruin randje gekregen. Dat is meer dan genoeg. Ei is aan de kook. Dat gaat ook goed. Witkolen. Vast beginnen met de
dat netjes? Ja. Gaan we doen. Eerst een ui snijden. Het is hetzelfde recept. Uien, knoflook, peper. Dan tomaat gesneden erin. Dan alle kruiden, de gemalen koriander, de gemalen gember, de zwarte peper, de zout, de doksmasala, de citroen en de maggiblokjes. That's it. Eindresultaat. Zal ik jullie wijzen van de aardappelei. Ik zal ook nog de eiwijzen hoe ik het doe. Maar dat voor later. Ik heb ze gepeld. Ik ga een friteuze doen en dan wijs ik hoe het erna uitziet. Nou, zo zien ze eruit. Ik ga ze straks in de aardappel koken en dan kom ik bij jullie terug met het eindresultaat. En jongens, zo ziet het er dan uit. Die zet ik op. Dan kan die koken. En dat was vandaag. De iftar. Dat is precies 2 weken de Ramadan voor mij. En dat is alvast de eten voor. Hoe laat is het deze keer? 21:30, zoiets zelfs. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik sluit hierbij ook de vlog meteen af. Jullie kunnen altijd liken, abonneren kan. En tot snel.